Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo en français. Oh. Net, oh. Ik ben wel aan het zeven. Hele paniek. We gaan gewoon een pasta maken met bloemkool, filet d'anvers en erwtjes. Heel gemakkelijk, heel snel klaar. Ja. Waar ga jij juist mee van muziek vandaag? Arctic Monkeys, totaal niks met bloemkool te maken. Maar wel goed. Maar wel goed. Volle bek. Goed schuur. Oké, hier gaan we. Lennart, doe mij na. Alright. Ik ben benieuwd. Ik ook. Is het een nieuwe? 2013. De laatste toch, hè? Ja. We zijn nu aan het werken aan een nieuwe. En je gaat niet zo'n tattoo, hè? Toevallig. Alright. Smooth. Ja. Ja, ik ken die plaat wel. Ik vind die heel, heel goed, maar niet volledig. En jij een favoriet nummerje daarop? Goh, Arabella. Dat is nummer 4, merk 1. Ja. Dat wordt hier een beetje wekken en wegen. Ik zal zeggen, laten we daarmee beginnen. Voilà. Alright, je moet je pan direct aanzetten. Zet hem maar op 6. Terug, redelijk wat olijfolie. Goed. Ik ga ondertussen pasta koken. Ik weet dat jij van een Italiaanse familie komt, dus vermoord mij niet. Maar ik ga dat garen in de microgolf. Wat? Ja. Maar gewoon omdat dat veel sneller gaat. Ja. En omdat je meestal op kot geen 2-3 vuren hebt, nee, is dat veel gemakkelijker in de microgolf. Dus gewoon pasta, onderzet met water, klein beetje zout en dan de tijd van het pakje in de microgolf. In dit geval is dat 9 minuten. Dus we gaan proberen in die 9 minuten heel die saus af te werken. Lukt wel. Maar nee, ik kan dat sowieso. Je mag die bloemkoolroostjes zo in zo klein mogelijke stukjes breken. Dus ongeveer zo van die dingetjes. Dan is dat sneller gaar, snap je? Dus je mag die allemaal zo wat breken. Dus ik ga ondertussen even de pasta garen. Dat is goed. Look yeah, bicho. Een beetje zout. En dan 9 minuten in de microgolf. Oké. Dus weer de olie goed warm laten worden. Ja. En je doet ongeveer zo... als je zo één bloemkool koopt, dat is enorm. Dus je kunt daar 2-3 keer die pasta mee maken. En als je dat over hebt, een soepje mee maken. Heb jij een mixer? Nee, jij? Nee. Dan moet je rauwe bloemkool eten met cocktailsaus, dat is ook lekker. Dus met zo'n bloemkool, daar kun je keiling mee doen. Hè. Koopte jij dat ooit? Nee. Nee, echt niet. Just na de scanner, ja. Arabella, oh. Is Arabella. Aan met mesten. Wat? Nee, dat mag. Ah, dag. Ik ga gewoon zo. Zie, en weer, dat moet zo. Je moet echt direct horen dat dat bakt. Bak niet. Is dat het geval bij u? Nee. De. Ah. Ja. Zoals jij iets aanraakt, dat werkt direct, dan zeg ik toe, dat werkt niet. Lente uitsnijden. Dus je hebt er 2. Het topje eraf, maar geen een halve meter. Gewoon dat klein topje, dus zoiets. Zie je? Echt gewoon dat klein topje. En dan moet je gaan, ja. Pak erbij. Wauw. Moet volgen, Lennart. Ja, ja. De 2 zijn al klaar hier. Ik ben wel een limmer, hè. Dit is leuk. Vangen. 3, 2, 1. Right.
Ja. Een makkelijke truc om blok open te doen, je legt dat gewoon op je bord, je mes erop en dan zo een klein piekje. En dan gaat die pil daar kei makkelijk af. Zo wat. Ja, doe. Ondertussen nog je bloemkool in de oog houden. Het zijn twee lente uitjes dat je moet snijden. Look, mag erbij. Kruiden met peper en zout. Something like this from home. Nog 5 minuten en de pasta is gaar, hè? Ja, ik heb paniek. Ah. Ça va? Jij bent echt een mes van het maken. Ik kan dat, ja. Echt zo'n stukje met bel en zo. Echt. Weg, weg. Perfect, hè. Dat is heel tamelijk aan de makker. Hebben we een lepel, ja. Ja, in die schuif, in de eerste schuif. Ah, oh, daar. Oeh. Daarna terug kruiden met een klein beetje peper en zout. En dan diepvries erwten, ongeveer een handvol. Dan moet je daar gewoon zo bij doen. In de volgende. Het is niet gevallen. Alles, doe maar alles. Alles erin? Ja, ja. Hoppa. Vind je dat niet lekker? Nee. Oké, nu mogen we ongeveer de helft van dat tasje erbij doen. Dat is gewoon room. Je kunt dat zo die blikjes. De helft en dan gaan we dat even laten inkoken. Zo. Ja, zo wat draaien. En dan laten we maar even gaan. Dan zien we nog 3 minuten en de saus is eigenlijk al klaar. Nice toch? Ja, hoe doen ze dat? Great. Dat dijbel, maar ik weiger dat ja, te doen. Ja, dat is Usain Bolt. Hoe is ja, dat nog alweer? Dat is zoiets, hè? Ja. Maar is dat hetzelfde als dijbel? Ik weet dat niet. Aan de kijkers, is Usain Bolt hetzelfde als dijbel? Ja, please. Comments below en dan zullen we het wel weten. Oké. Okay. Is dat een beetje aan het sudderen? Dat moet normaal zo wat... Zwart? Zo bubbelen zo. Oh, ja, ja. Nee, niet zwart. Ja, prima. Come on, come on, come on. Een beetje lager vuur, zitten op 2 of 3 of zo. Oké, en dan zie je zo van dat gerookt vlees. Ja. Mocht je daar eens van proeven. Dat is redelijk speciaal. Wat is dat? Filet en vers. Wat is dat? Dat is rundvlees. Dus een filet van rund dat gerookt is. En ja, dat is zo een tegenhanger van of parmaham of gamham. Lekker. Dus dit is van een koe en parmaham is van ja, de varkentjes. Dus dat is eigenlijk verschil. Alright. Goed, nog 1.5 minuut. Serieus, toch niet zo moeilijk eigenlijk? Nee, dat is echt fantastisch. Ik ga het zo vaak thuis maken. Als die waar, ik heb geen echt, ik heb geen bloemkool. Geen idee of ik aan het liegen ben of niet. Ik ga dat sowieso keiveel maken.
Maar ik vind dat keilijk. Voor de mensen die geen zin hebben om nog een minuut te wachten, spoel even door. Wat zwaai. Hoppa. When the fire starts to burn. When the fire starts to burn. En die hebben we samen gezien, hè? Ah ja, juist. Hij proef eens. Een minuut. Ik ook. Heel. Zullen we warmen? Au! Oh. Huh. Ah. Niet zo lekker. Anyway, pasta is klaar. Ah, opgepast. Kan warm zijn. Een beetje afgieten. Dat is voor u, dan moet je erbij doen. En dan alles is onder elkaar roeren. En dan moet je zo een beetje parmezaan erbij doen, ongeveer de helft van de. Dat is ongeveer 3-4 eetlepels. Als je liever wat meer hebt, mag ook. De helft zeggen. Ja, ongeveer, ja. Dus het raar, maar... Ja, het is niet. Vuur mag uit. En dan is het klaar. Alles in bord. Zo. En dan daarop... zo een beetje dat vlees. En in de keuken is daar een heel mooie term voor. Overdraperen. Mm-hmm. Daarop kletsen, eigenlijk. Ja, daarop kletsen. Maar ja. Zo. En dan, als je nog een beetje parmesan over hebt... Je moet het in je bordje in je pan. Als je nog een beetje parmesan over hebt, kun je dat er nog zo wat mooi... Ja, als je nog een hebt voor mij. Voilà. En wat is dat? Hoe lang zijn we nu bezig? 13 minuten of zo? Zoiets, hè? Dat is fantastisch. Waar is mijn... En als je met je bord naar hier komt, zal ik je nog een beetje parmesan bijgeven. Nog? Of voel je die lust niet graag? Oh jawel. Ik zal ondertussen. Oeps. Ja, straks is kapot. Dat van u ziet er altijd zo'n stukje beter uit dan dat van mij. En Rubens en Picasso. Allebei. Allebei kunst, hè? Allebei kunst, maar ja. Goed. Alright. Tot de volgende 360 graden aflevering. Yo. Redelijk gemakkelijk. Ja, dat wel, ja. Nu, of dat lekker is, dat weet ik nog niet. Salut. Yo.